Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken. En Lays. UEFA Champions League sponsors. Tammy Abraham, die mocht starten vanavond. Terwijl hij na de coronabreak vooral als invaller fungeerde, toch, Abraham? Ja, hij heeft vooral veel doelpunten gemaakt voor december eigenlijk. Daarna een mindere periode gehad, terwijl we hier een heel goede opbouwpaas zien tussen de lijnen. En Lewandowski gaat hier meteen scoren. Caballero, penalty. Ja, Caballero raakt Lewandowski. De focus is aanwezig bij Lewandowski. Hij wordt 32 op 21 augustus, dus twee dagen voor de finale van de Champions League. Daar komt hij tegenover Caballero. Lewandowski, nou, dat is naar de goede hoek dat Caballero vertrok. Maar hij was echt wel goed geplaatst, die penalty van Lewandowski. En het zei netje 1-0 Bayern. Ja, het was al voor de aftrap duidelijk dat Bayern zou doorgaan, maar nu... helemaal hopeloos voor Chelsea. Een vroege voorsprong voor Bayern. Penalty omgezet. Over de zijlijn geweest. Lampard wel tevreden met het druk zetten van zijn jongens. Opletten hier. Daar is Lewandowski. Gaat hij er 2-0 van maken? Gaat hem afleggen, denk ik. Hij twijfelt naar wie. En uiteindelijk toch nog de kans en de goal. Dat is toch niet goed verdedigd bij Chelsea. Want het duurde zo lang. En toch bleef Perisic daar vrij staan. Ivan Perisic, ex-Club Brugge en Roeselare. In onze eigen Jupiler Pro League scoort in de Champions League 2-0. Na 24 minuten. Lewandowski, niet zelfzuchtig, legt hem perfect klaar voor de Kroaat. 2-0. Hier toch de goal voor Chelsea. En dan is het de man die daarnet buiten spel liep en op die manier de oorzaak was van het afkeuren van de goal van Hudson-Odoi, Tammy Abraham, die nu zelf de 2-1 maakt. Ja, foutje van Manuel Neuer. Het is toch aangenamer voetbal weer dan hier in België vandaag. Het zal morgen niet anders zijn in de Jupiler Pro League. 4 wedstrijden op het programma. De voorzet en daar is Thomas Müller bijna met de 3-1. En hij is toch gefrustreerd, kijk. Hij trapt daar nog op de paal. Hij had ook zijn doelpuntje willen meepikken. Ja, goede infiltratie hier van Müller. Op het juiste moment ingelopen. Goede bal ook. Niet makkelijk, maar met zijn kwaliteiten moet hij altijd binnen. Beseft hij zelf ook. Is hier nog een extra doelpunt. Ja, het scheelt niet zoveel. Coutinho. Die wilde hem plaatsen. Bal valt op het dak van het doel. Daar is Coutinho. Aan de overzijde Gnabry. Coutinho even kappen. En dan buitenkant voet naar Lewandowski. Zowaar op de linkerkant. De voorzet. En Tolisso maakt de 3-1. De invaller Corentin Tolisso. Ja, hij heeft... dit seizoen in de Champions League al mooie dingen laten zien en zijn statistieken zijn goed, want dit is al zijn derde doelpunt voor Bayern op het kampioenenbal. Moederziel alleen voor Caballero. Ja, ze blijven domineren. Ze blijven ook vast aan de bal. Ze blijven diepgang maken. Natuurlijk een aantal verse krachten ondertussen. Ja, deze man bijvoorbeeld, die zich wil bewijzen wel, dat merk je wel. Daar is de kopbal en de 4-1.
En wie zou het zijn? Wie zou er gescoord hebben voor Bayern? Robert Lewandowski, treffer nummer 13 in deze Champions League-campagne. Zijn tweede van de match. 7 Champions League-wedstrijden op een rij heeft hij gescoord. En hij zit nu aan 53 dit seizoen. Deze wedstrijd werd u aangeboden door Heineken. En Lays. UEFA Champions League sponsors.